Hallo. Hier zijn we weer. Ik kan ondertussen mijn haar alles kammen. Echt mama. Hey Jorien. Hey Diana. En Freya, content met je pakje? Haren gewassen ondertussen. En nog heel even wachten, hè. Ik ben ondertussen mijn haar al aan het kammen, want... Vandaag gaan we ook leren hoe dat we onze eigen haren wat mooi gaan opsteken. Wel makkelijke kapseltjes om te doen. Zo. Chup. Zo. Ah, Hilde. Dank u. Ja, ik heb heel veel en heel lang haar, maar vooral heel dik haar. Daarmee zit dat bij mij heel vaak gewoon in een staartje en een dotje van boven. Omdat ik dat gewoon het makkelijkste vind. Zo. Goed, dan gaan we stilletjes aan beginnen. Ik ga een beetje basisdingen uitleggen. Waar je rekening mee moet houden als je je haren zelf wilt gaan opsteken. Dus het beste is om je haar niet de dag zelf te wassen. Waarom niet? Dan is het vaak veel te vloe en dan gaat het niet zo goed blijven zitten. De speldjes schuiven er makkelijker uit en dergelijke. Dus het beste is de dag op voorhand wassen. Gewoon in de lucht laten drogen. Zeker niet met de steeltang. Want als je dan toch een kapsel met krullen wilt, dan gaan je krullen niet zo goed blijven zitten. Dat zijn zo wat belangrijke dingen. Dan hebben we ook heel veel verschillende speldjes. Ik heb er hier een deel klaar liggen. We hebben zo van deze. Dat zijn schuifspeldjes. We hebben die in verschillende kleuren. We hebben blond en we hebben zwart, afhankelijk van je haarkleur. Dus je ziet al, bij mij gaat je de donkere moeten gebruiken, omdat je die dan minder gaat zien zitten. Die houden eigenlijk je haar helemaal bij elkaar. Dan heb je nog van deze. Je ziet dat? Dat kontje, dat staat meer open. Dus dat zijn open beenspeldjes. Ook weer in verschillende kleuren. Hiermee kunt je lokjes mooi gaan wegsteken die eigenlijk wat loskomen. Dus dat zijn zo wat basisspeldjes die we hebben. Heb je ook heel vlug zo van dat vloe haar dat je speldjes moeilijk blijven zitten? Neem dan ook een wat anti-slip is. Je hebt er die zo, ja, deze, je gaat dat niet zien, maar die is zo iets ruwer van textuur, waardoor dat dan makkelijker gaat blijven zitten. Je hebt ook van die hele, ja, ik heb dat nu niet. Ah, hier zit zo in. Dat zijn zo van die glanzende. Als ik die naast elkaar hou, dan zie je dat. Verschil, die kunnen er nogal eens makkelijker uit gaan schuiven. Dus dat is ook heel belangrijk om rekening mee te houden. Goed, dan gaan we zo'n beetje starten met wat basiskapsels. Nu, ik heb lange haren. Het makkelijke is, of wat ik altijd een hele fijne vind, is om zo'n lage dot te gaan maken. Een lage dot is altijd een heel fijn gebeuren, maar als je dat gewoon zo samen gaat pakken, dan valt dat meestal niet zo mooi. Of dan is dat zo'n klein dotje. Maar ik ga je dat tonen, al hoe je dat doet met een vlecht. Voilà. Dus ik ga proberen het zo duidelijk mogelijk te laten zien. Ik haal eigenlijk mijn hele haren allemaal naar ene kant. En dan ga ik beginnen met een vlecht te maken. Dus dat betekent, ik verdeel mijn haar in drie stukken. En deze techniek kun je op verschillende manieren toepassen. Hè. Ik doe dat nu langs zij, omdat je dat dan beter gaat zien. Maar je kunt dat ook
aan de achterkant gaan toepassen. Make-up is ook weer heel mooi, dankjewel. Dus, ik maak gewoon een vlecht. Maar wat ik nu ga doen, is eigenlijk die vlecht helemaal openhalen om wat meer volume te gaan creëren. Dus ik haal stukje per stukje volledig open en dan zie je dat mijn vlecht ook veel breder wordt. Waardoor dat ik zelfs in mijn knot of in mijn lage dot veel meer volume ga hebben. Ook zien dat je natuurlijk niet te los gaat trekken. Haal ik laagje per laagje helemaal open. Nu ga ik aan de onderkant even een klein elastiekje doen. Voilà. Zo. En nu ga ik die dot naar binnen toe helemaal inrollen. Zoals je ziet, ik draai die tussen mijn vingers. Ik weet niet of je dat goed ziet. En nu hou ik dat hier zo'n beetje vast. En daar ga ik mijn vaste schuivertjes helemaal insteken. Dus ik steek dat nu langs achter. Goed zien dat je heel je haar met één speldje steekt het al vrij fel vast. En dan gaat je gewoon... Je voelt dat ook als dat goed vaststeekt. Je kunt dan zo schudden. Nu voel ik dat het nog zo wat los zit. Heel belangrijk is dat je goed langs je hoofdhuid afgaat, zodat je zeker voldoende haar hebt dat het heel mooi vast blijft zitten. Ook een belangrijke tip is die onderste speldjes, hier die alles vast gaan houden, is belangrijk dat je die nooit zo gaat steken. Waarom niet? Dan kunnen die er heel makkelijk uitschuiven. Dus probeer die altijd zo, horizontaal of langsboven te steken. Dan gaat dat ook veel beter blijven zitten. Zo. En dan heb je eigenlijk al een hele mooie lage dot. Dan zit alles zo mooi aan de ene kant. Dus dat is al een heel snel kapsel, hè? Je kunt dat doen hier, je kunt dat ook doen achteraan, maar je kunt dat ook helemaal bovenaan doen. Dus heel belangrijk, die speldjes altijd horizontaal of langsboven steken. Nu ga ik dat even los doen, Sa. Ja, en mega mooi. Dank u. Als je korter haar hebt, kun je dat ook toepassen. Hè? Want ik heb nu lang haar. Als je zo half lang hebt, kun je dat ook doen met hier een halve staart te pakken. Hè? Dat je hier een halve vlecht in doet. Goed opentrekken. Oei, toon iets van achteraan. Ik heb het al los. Maar we gaan nog kapseltjes doen. Hè? We zijn nog lang niet klaar. Voilà. Wat ik ook gezegd had, is haar op voorhand wassen. Nu, ik was mijn haar maar één keer in de week, omdat mijn haar ook niet zo vlug vettig wordt. Maar ik begrijp dat sommigen onder jullie iets vlugger last hebben van vet haar. Dan raad ik aan om gewoon met een droog shampoo te gaan werken. Dat is die voor donker haar. Je hebt die ook voor de lichte haren. Waarom? Dan kun je zo goed aan die wortels spreien en dan gaat dat minder vet zijn. Dus ik zal dat nu hier ook eens voordoen. Dan gaat zo'n goede witte, grijze schijn geven. En dan kun je dat zelfs dus goed doorborstelen. En dat gaat ook zorgen voor meer stevigheid. In de haren. Ik ga er altijd zo goed door met mijn vingers. Heel belangrijk, dan is die kleur ook weg. Zo. Nu gaan we zo'n messy bun doen. Hè? Dat is ook een hele simpele. Je gaat gewoon beginnen met je haar wild bijeen te pakken. Goed hoog. Op je hoofd. Je moet je haar ook niet te strak trekken, want ik vind dat wel leuk als daar zo wat stukjes loskomen. Dus ik maak hem nu goed hoog en ik ga mijn elastiekje van bovenaan er rond doen.
En ik ga zelfs hier mijn haar een klein beetje losser trekken, omdat dat altijd schoner is als dat zo wat wilder steekt. Het moet nooit niet te klassiek zijn op mij. Zo. Nu, ik heb veel haar, dus mijn staart valt automatisch naar beneden. Ik weet niet of jullie dat zien. De meeste, als je een staart maakt, blijft die schoon bovenop staan. Maar doordat mijn haar zwaar is, kijk, als ik dat loslaat, die valt helemaal erachter. Een tip daarvoor is om 2 van die platte schuivertjes te nemen en in je elastiek te steken. Wacht, ik ga me zo draaien, dat je dat goed kunt zien. Dus ik zit nu weg van de camera, daardoor kan ik niet altijd reageren op de vragen, maar mijn collega's zijn er om te begeleiden. En nu ga ik eigenlijk gewoon mijn speldje in die elastiek steken, van bovenaan recht naar beneden. Eentje aan deze kant en eentje aan de andere kant. En als ik nu mijn staart loslaat, staat die eigenlijk nog altijd schoon bovenaan. Dan blijft die beter bovenaan zitten. Ook een leuke tip voor bij wie de staart mooi, allez, altijd naar beneden valt. Hè. Dan blijft die altijd zo wat voller staan. Wat gaan we nu doen? Dat kun je op diezelfde manier doen met die vlecht, uw messy bun. Of je verdeelt het gewoon in 2 stukken. Die je dan rond elkaar gaat draaien. Ja, Nancy, ze zijn mij aan het plagen. Als je dan een 2 stukken rond bent, draai je dat er gewoon rond. En je trekt die nog zo'n beetje open. En nu ga ik met mijn schuifspeldjes alles schoon vaststeken. Tot als je weer voelt van, ah ja, is het vast. Die mannen toch, hè? En dan heb je die messy bun. Ook heel simpel. Nu, mijn haar is heel vol. Dus dan heb je automatisch die volle dot. Maar er zijn ook hulpstukjes die je daarvoor kunt gebruiken. En dat zijn die donuts. Je hebt die in heel veel kleuren. In iedere kleur. Dus mijn haar is heel donker. Dus ofwel zou ik deze kunnen nemen. Die kunt je mooi wegwerken. Of ik kan die donkere nemen. Iemand die blond haar heeft, kan naar zo eentje gaan. Dan kun je gewoon je haar daar rond draaien. Ik zal dat direct ook nog eens doen. Of je hebt deze, die kun je ook gebruiken als je die lage dot wilt. Ik zal deze nu nog eens los doen, dat ik je kan laten zien hoe je die met die donut gaat doen. Ik gebruik dat zelf niet zoveel, want ik heb sowieso al veel haar. Waar heb ik mijn speldjes gestoken? Hier zit nog een. En ook, ja, soms mag het zo wat messy zijn, hè. Yep. Dus, je start op dezelfde manier. En je gaat die donut daar rond. Nu, die donuts, die vind je in verschillende winkels, maar heb je dat nu niet? Ja, nu raak je daar soms ook moeilijk aan. Kun je dat ook met een kous doen, hè? Een oude sok die je hebt liggen, knip de tenen daarvan af en rol dat op. Dan krijg je ook zo'n donut. Dus dat is ook altijd leuk. Wat ik nu ga doen is, alles daar goed rond laten vallen. En dan kun je ook weer op diezelfde manier je haar daar rond draaien. Zo. En dan kun je het ook weer schoon vaststeken. Beetje openhalen, dat het niet te plat gaat steken.
En dan kun je hem zo... Ziet je, nu is die nog veel voller, veel dikker. Die en dat. Ik zal hier eens een speldje steken. Ziet je, die is veel voller als zojuist, hè. Omdat er nog een extra stuk tussen zit. Dus dat is deze al. Dan gaan we nog iets doen, Sam. Even terug alles loshalen. Wie vaak ook zo van dat heel sluik haar heeft. Heel sluik haar. En je hebt zo heel snel dat die speldjes daar allemaal uitschuiven. Dan kun je ook de Dry Texture Spray gebruiken van Moroccan Oil. Dat is ook zo in een gasbuis. Daar kun je dan over je haar sprayen. En dan gaat je haar iets stugger worden. Waardoor dat alles ook beter gaat blijven zitten. Wat vonden jullie al van de twee kapseltjes tot nu toe? Wie gaat morgen testen? Hey, Carrie. Voilà. Goed. Ik verlies heel veel haar, hè, omdat ik ook mijn haar veel te weinig kam. Ik kam dat eigenlijk alleen als ik dat vers gewassen heb. Waarom? Als ik dan krullen heb, dan houden mijn krullen veel beter. En ook, dan valt het niet zo plat tegen mijn hoofd. Hè, want als ik mijn haar kam, dan valt dat vaak zo heel plat tegen mijn hoofd. Dat de speldjes loskomen, ja. Dus ofwel met de Dry Texture Spray van Moroccan Oil. Die kun je daar heel goed voor gebruiken. Voor wat meer die stugheid in de haren te krijgen. Ofwel gewoon horizontaal of langs boven steken. Goed, dan gaan we nog een kapseltje doen. Wat heel belangrijk is als je ook volledig opgestoken wilt. Is dat je altijd begint met de basis. Ik begin altijd met een half opgestoken kapsel. Dus ik neem meestal dat voorste stuk. En ik ga dat al vastspelden. Waarom? Dan kan ik daar altijd op verder werken. En dan gaat dat ook veel beter blijven zitten. Nu ga ik een beetje een onderverdeling maken. Ik heb meestal een zijlijn. Dus. Ik wil zelfs hier ook een klein beetje meer volume. Ik ga even mijn haar achter mijn oren doen. Dus we gaan ook een beetje gaan touperen. Ik weet niet of jullie goed weten hoe te touperen. Maar ik gebruik daar altijd een puntkam voor. Met zo van die tandjes. Dan kun je dat mooi gaan scheppen. Uw lok mag altijd goed breed zijn. Maar nooit niet te dik. Dan kun je mooi je haar recht omhoog houden. En als je dan gaat touperen, gaat je eigenlijk van je haar goed strak houden en erin zetten. Maar je ziet, ik richt mijn kam wat meer naar boven. En dan ga ik zo een kommetje maken en ik ga scheppen. Dan gaat dat veel beter blijven zitten. En ik duw goed tot aan mijn wortel. Ziet je? Ik schep iedere keer. Door dat naar beneden te duwen. Ik heb heel zwaar haar. Ik durf nooit touperen. Ik ben bang dat het een grote knopenboel wordt. Nee, want je kunt ofwel zeggen van ik kam het uit met deze borstel. Dat is een hele fijne. Dat is ook een van Max Pro. We hebben die nog in het zwart en ook in het roze. Dat is een hele fijne. Die heeft zo van die hele zachte kammetjes die u ook geen pijn gaan doen en die uw haar niet gaan breken. Dan gaat je eigenlijk gewoon uw borstel goed op je haar zetten. Goed over die hoofdhuid en naar beneden trekken. Zo'n beetje in die zigzagende beweging. Dan gaat je nooit je haar overtrekken en dan gaat je heel gemakkelijk loskrijgen. Straks op het einde zal ik dat ook eens tonen. Dus ik ga nu even goed touperen. Dat blijft al schoon omhoog staan.
Wat je dan ook kunt doen voor de stevigheid is hier zo aan de onderkant goed haarlak spuiten. Dus lokske per lokske. Dan blijft dat goed stevig zitten. Gewoon zo. En dan ga ik die bovenste haren eigenlijk met een hele zachte kam gaan iets platter krijgen. Zodat dat terug zachtjes is. Maar je ziet, ik kan niet volledig het eruit. Zodat ik zelfs dat nog goed op de juiste hoogte kan zetten. Als je dan met je kam erin gaat zitten, dan kan ik dat zo schoon bol gaan zetten. Ook een hele fijne tip voor bij wie dat het zo wat platter valt vaak. Goed. Ik heb hier mijn volume goed gezet. Nu ga ik me even terug omdraaien. Want wat ga ik nu doen? Ik ga hier mijn basis nemen. Dus het halve stuk. Zien jullie dat goed? Ik neem zoiets ongeveer. En dat gaat mijn basis zijn om mee te starten. Dus ik zorg dat dat voorste allemaal goed soepel valt. Nu ga ik draaien, zodat dat ineengedraaid is. En dan kan ik dat hier zo vasthouden. En nu ga ik hier dit vaststeken. En dan wordt dat mijn basis om mee te gaan beginnen. Dus ik ga hier al een speldje steken. Je ziet, ik steek ook weer horizontaal. Ik neem nog een speldje, dat het zeker goed vast zit. Dus dat is mijn basis waar ik mee start. Voor wie het hoger in volume wil, kan dat zeker nog wat hoger trekken. Of als je het echt heel hoog wilt, dan gaat je dit stukje eigenlijk nog net wat hoger gaan plaatsen. Goed. Wat gaan we nu doen? Ik wil toch zo iets meer volume in mijn haren. Dus ik ga nog eens voordoen met de krulstok. Voor wie heel dun, sluik haar heeft, is het ook altijd beter als je een opsteekkapsel neemt om daar wat meer krul in te brengen. Dan gaat je sowieso meer volume gaan creëren. Daarom heb ik hier klaar liggen de verschillende stijls, krulstokken. Dan gaat je eigenlijk ook het verschil in krul zien. Dit is de dunste, dat is die van 19. Dan gaat je merken dat die krullen veel kleiner gaan zijn. Ik wil ook altijd dat mijn krul wegvalt uit mijn gezicht, dus ik plaats mijn stok erachter. Ik draai mijn haar daar rond en ik tel tot 5. 5. En dan ga ik die loslaten en dan zie je dat die krul heel klein is. Draai die daar weer langs achter rond. En ik tel tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ziet een hele kleine losse krul. Eén stukje doen. Gebruik je geen beschermende olie op je haar? Ja, klopt. Dat ben ik vergeten. Goed dat jij me eraan doet helpen herinneren, Petra. Want dat was ik weer vergeten. En ik heb dat wel nodig, want je ziet, ik ontkleur mijn haar heel fel. Dus eigenlijk heeft hij dat wel nodig. Dus dat is de Perfect Defense. Dat is heel belangrijk om dat erop te sprayen. Goed, voilà. Voilà, dat zijn deze krullen. Ik heb hier alles thans klaarstaan voor mij. Maar met mijn uitleg, dan durf ik dat nog wel eens vergeten. Zo, nu ga ik over naar die andere kant. Ga ik u tonen dat je zelfs ook het verschil goed ziet in krul. Dit is nu de hele dikke stok. Dat is die van 32. Dan ga ik u dat verschil tonen. Hier opnieuw ga ik mijn stok erachter houden. Dit werkt voor mij altijd tegendraads.
een 4 en 5. En dan gaat je zien. Ziet je? Die valt veel groter. Ziet je dat verschil? En dat hangt ook een beetje af van de lengte van je haren. Want je hebt ene die nog dunner is. Dus die is beter voor mensen met nog kortere haren. Als je zo nog van die hele fijne krulletjes wilt. Voilà. Ziet je, die vallen veel, veel losser. Zakken jouw krullen niet uit? Bij mij is dat meestal tegen het einde van de avond zo. Nee, want je kunt al ten eerste een verstevigende mousse erin doen. Dan gaat je haar ook veel stugger zijn. Ofwel, en ook extra haarlak gaan gebruiken. Hè? Dus goed ook je krul laten afkoelen in de krul zelf. En pas dan openhalen. Want als die nog warm is en je gaat die openhalen, dan zakt die veel vlugger uit. Dus goed laten afkoelen totdat de lok helemaal afgekoeld. Hier voel ik nog een beetje warmte, dus daarmee laat die nog zo. En op het einde kun je die helemaal openhalen. En goed haarlak gebruiken, heel belangrijk, hè? Voor alles extra te doen blijven zitten. Wat is dat nog? Hoe bepaal je eigenlijk hoe groot je lok is om rond de krulstok te doen? Ik heb daar altijd moeite mee. Je merkt dat als je lok te groot is, dan gaat de krul niet pakken. Want dan moet je haar er te lang rond laten om eigenlijk de warmte te doen krijgen in je volledige haren. Dus nooit geen te grote of te dikke lok gaan nemen. Nu ga ik die andere nog eens nemen. Dat is zo de tussenmaat. Dat is die van 25. Dat je dat verschil ook ziet. Goed daar ronddraaien. Tegen als mijn lok, je voelt dat ook. Je kunt zoals met je vinger op je haren voelen. Als je de warmte voelt na 5 seconden, dan is je lok goed van lengte. Je ziet, die valt zo ongeveer gelijk met deze. Maar is toch nog ietsje dunner van krul of kleiner van krul. Op hoeveel graden staat die krulstok? Bij mij staat die op 220, omdat ik hele dikke haren heb. Nu heb je van die hele dunne haren, pas dan op met de warmte. Want ook hoe heter je je tang zet, hoe sneller je haar van binnenuit gaat drogen. Weet je? Ik heb ook veel haar om zo te krullen, dus ik ga even die grote nemen. Dan gaat het iets anders, het weer binnen een uur nog. En ook de plaatsing van je krulstok is ook belangrijk. Hè? Dus als je je krul uit je gezicht wilt, dan moet je stok er altijd zo schuin achter gaan plaatsen. Maar je ziet goed het verschil tussen de krullen. Hè? Dus als ik nu mijn stok ervoor zou plaatsen, dan gaat mijn krul ook naar voren komen. Dus meer naar mijn gezicht. Let ook altijd op als je zo je haar uit de ronde draaien bent, dat je niet verbrandt. Want dat heb ik al ontzettend vaak gedaan. Dat ofwel mijn vingers verbrand zijn of mijn handen. Ziet je? Hier had ik mijn stok erachter geplaatst en hier heb ik die ervoor geplaatst. Dus je ziet dat die krullen nu naar elkaar toe draaien. Dus let daar ook altijd op als je haren aan het krullen bent. Voilà. Heeft er nog iemand vragen tussendoor? Ik ga hier nog 2 lokjes krullen en dan gaan we verder met het opsteken. Maar dan is het voor jullie ook nog eens duidelijk hoe dat het verschil is van dikte van de krulstok. Voilà.
Dus mijn haar wel niet perfect gekruld, maar... En dat hoeft ook niet, hè. Voor een opsteekkapsel, er mag altijd zo zo'n sluikere look tussen zitten, want je gaat dat toch zelfs allemaal mooi samenpakken. Heel belangrijk, die voorste zijn al goed afgekoeld. Maar wat ik nu doe, is goed haarlak spuiten. En gebruik maar overvloedig haarlak, hè. Ik heb nu hier de strong staan, maar ik heb ook de extra strong. En meestal heb ik die, maar die was bij mij net op. Voilà. Ik zie nog een vraagje. Kan je ook naar je gezicht toewerken en van je gezicht weg? Of moet je altijd één richting doen? Nee, je kunt ook zeggen, ik doe die twee voorste uit mijn gezicht. En dan de volgende weer naar de andere kant. Dat je zo telkens afwisselt. Dat gaat ook. Maar als je ze in dezelfde richting hebt, dan kunnen ze ook schoner in elkaar vallen soms. Maar meestal doe ik de voorkant, dus mijn twee zijstukken, doe ik allemaal uit mijn gezicht. En achteraan ga ik afwisselen doen. Dan gaan die veel mooier in elkaar vallen. Zo. Dus, we gaan verder. Ik laat mijn krullen gewoon zo, hè. Je kunt er altijd dus door, maar ga daar nooit niet te fel door. Zeker niet in het begin. Maar je ziet, deze krul is veel feller als hier deze. Hier heb je zo meer dat zachtere effect, terwijl je hier echt zo die krul hebt. Ziet je dat verschil? Dus dat was met die van 19 gedaan en dat was met deze gedaan, met de 32. Goed. Ondertussen is mijn speldje losgekomen van achter, zeg ik. Voel ik. Dat is zo, als je zwaar haar hebt, dan moet je meer speldjes gebruiken. Ik had dat op voorhand kunnen weten. Zo. Dat is mijn basis. Zit het goed? Er is eentje losgekomen, zeg ik. Beter zoveel mogelijk speldjes gebruiken dan te weinig, hè. Want je wilt ook dat dat een hele nacht blijft zitten als je zo gaat feesten. Goed. Wat gaan we nu doen? Nu ga ik die voorste stukken al naar achter brengen. Maar ik wil dat ook zo niet te strak hebben. Een leuke tip daarvoor, ik ga deze kant pakken, is eigenlijk om hier dat voorste losjes naar achter te brengen. En hoe ik dat altijd doe, is ik verdeel dat in twee stukken. En die ga ik rond elkaar gaan draaien. Ziet je dat? Ik maak zo eigenlijk een vlecht met twee. Goed, naar achter. En wat ik nu doe, is ook weer net hetzelfde als gelijk ik zo straks heb gedaan met die vlecht. Open trekken. Stukje per stukje. En dan wordt dat ook een veel breder... Een bredere twist. Ziet je dat? Voor wie graag vlechten ziet, die techniek kan ook, hè. Maak dan een vlecht en haal dan langs twee kanten open. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik dat... Ik ga al speldjes mee pakken. Allee. Nu ga ik dat erover halen. Ik breng dat naar deze kant. En nu ga ik aan hier een speldje steken. Helemaal horizontaal. Dat het goed blijft zitten. Ziet je? En dan valt dat hier ook niet zo plat. Dus je kunt dat altijd nog een beetje extra aan gaan trekken. Aan deze kant kun je dat ook op die manier doen. Maar je kunt ook zeggen van ik ga dat gewoon losjes wegspelden. Op deze manier
pak ik dat gewoon heel losjes vast. Ik zorg dat dat allemaal een beetje goed ligt. Je kunt dat nog wat losrekken. En opnieuw gaan we. Het vaststeken. Ook weer zien dat je speldje goed horizontaal steekt. Ik blijf het herhalen. En dan hebben we al een half opgestoken kapsel. Je kunt het zo laten, maar we kunnen nog wat verder werken. Ook weer even goed haarlak spuiten op dat bovenste stukje, dat het zeker goed gaat blijven zitten. Nu al zo mooi. Ja, voilà. Wat kunt je nu nog doen? Als je je volledige lengte neemt, kunt je rond je hand draaien en het zo vaststeken. Dat je hier begint met je speldjes te steken. Dan heb je zelfs dit effect. Ik ga het nog eens voordoen. Dus, als je je volledige lengtes neemt, je draait daar rond je handpalm, dat je punten ook in je haar zitten. En dan kun je gewoon hier beginnen met je speldjes weg te steken. Dus ik neem mijn schuivertjes en ik ga die... Mijn hand zit nog altijd in mijn dot, hè. Altijd zien dat je met je speldje goed tegen je hoofdhuid aankomt. Want dan gaat dat goed blijven zitten. Als dat niet op je hoofdhuid zit, dan komt dat heel vaak ook terug los. Je ziet, ik ga hier door dat gat om alles goed vast te steken. Voilà, dat is je basis en nu kunt je beginnen met je afwerking. Want je ziet hier aan de zijkant valt dat nog altijd niet zo schoon. Hè? En hier gaat je dat gewoon een klein beetje bijeen nemen. En ik steek weer van boven. Deze hoek gaan we ook weer wat wegwerken. Meestal werk ik ook in een iets grotere spiegel. Het is heel moeilijk om nu te zien in de kleine spiegel en in de gsm. Maar jullie zien het misschien beter. Wat vind je al? Ik ga ook tonen waar die open beenspeldjes voor dienen. Die dienen om dan zo nog wat extra lokjes vast te zetten. Of als je zegt van dit staat me iets te hoog, dan kun je dat er ook weer in steken. En dan heb je hier uw mooie twist. Wat je ook hebt, heel vaak mensen hebben hier zo van die... frisé-haartjes in de nek. Bij mij is dat gewoon omdat ik mijn haar zo fel ontkleurd dat dat afgebroken is. Maar die kunt je ook wegsteken, hè. Hoe doet je dat? Met je open beenspeldje gaat je die lok pakken. Je steekt dat ertussen. Je draait dat er helemaal rond. En dan gaat je die in je kapsel wegduwen. En uw lok is weg. Belangrijk, niet omhoog steken. Altijd zo'n beetje meer horizontaal gaan steken. Hier zie ik ook nog een lok die me stoort. Die is zo net iets te lang. Dus die gaan we ook nog wegsteken. Hè. Pak ik een beenspeldje voor. En dan kun je dat heel schoon wegsteken. Voilà. Ja, die frisé haartjes, weer goede tip, krijg ik.
Ik heb daar zelf ook altijd vaak last van. En ik vind dat wel fijn als mijn nek helemaal bloot is. Voilà. En dan kunt je je kapsel mooi gaan afwerken met je haarlak. Mocht daarmee overdrijven, hè. En doordat ik nu ook eerst die krullen heb gelegd, zit dat ook veel voller. Zit dat veel strakker. Hier heb ik ook nog zo'n losse lok. Maar dat vind ik wel een schone om even die krul in te leggen. Even laten afkoelen en zelfs zakt die weer iets feller. Wat je dan ook nog kunt doen is, als je ooit zo zo'n bloem hebt gehad, kun je altijd mee je kapsel afwerken. Waar gaan we die steken? Of ga naar uw tuin, pak daar een bloemetje en je kunt dat ook altijd met zo'n schuifspeldje gaan vaststeken, hè. Voilà. Heeft er ondertussen nog iemand vragen? Sarah, heb je je haar ook gefeund? Ja, ik feun mijn haar bijna altijd. Waarom? Ik heb heel veel krullen van mezelf, maar geen mooie krullen. Van achter krult mijn haar zo heel fel en van die pijpenkrulletjes en van voor valt mijn haar heel sluik. Daarom feun ik dat altijd eerst en dan ga ik mijn kapsel maken. Ook om de frisée een beetje tegen te gaan. Voilà. Volgende. Sophie, bij het gebruiken van haarlak vind ik het niet zo fijn dat je haar zo hard aanvoelt. Valt daar iets tegen te doen? Ja, ik heb dat ook heel fel dat ik dat niet fijn vind. Maar het fijne aan die sprays van Moroccan Oil is dat die dat niet hebben. Deze blijven eigenlijk je haar heel soepel doen houden, hè? In het begin voelt die even wat hard aan, maar als die ene keer droog is, dan is dat, die blijft heel soepel. Daarom vind ik dat wel een fijne. Ik vind hem zeker de moeite om eens te proberen, Sophie. Zit er droog shampoo op of dry texture spray? Ja, ik heb even de droog shampoo gebruikt. Vaak ook gewoon om iemand met vetter haar, om aan die wortel goed aan te zetten, dat daar terug al wat meer volume in zit. De dry texture spray kunt je ook gebruiken als je heel sluikvallend haar hebt, om die textuur daarin te brengen en dan blijven je speldjes beter zitten. Voilà. En dan heb ik nog een heel leuk nieuws, want onze webshop doet het heel goed en daarom mag ik vandaag weer een giveaway doen. Een hele fijne giveaway, want voor de eerste 5 die vanavond kopen voor €100, die krijgen deze arganolie van Moroccan Oil cadeau. Die komt op €52, dus het is wel een heel fijn cadeau, want het heeft dezelfde geur als de producten van Moroccan Oil. En het is een hele voedende arganolie. Dus een hele fijne. De eerste 5 krijgen deze cadeau. Zeker de moeite. Als jullie nog vragen hebben, ik ben nog even hier om ze te beantwoorden. Mijn collega's zijn ook nog in de buurt. En dan hoop ik dat jullie ook veel aan de tips gehad hebben van hoe je de speldjes moet steken, de twist, de vlecht die je in een dot kunt doen. Dus probeer dat allemaal, hè. En post foto's aan, tag ons, dan zien wij de resultaatjes. Voilà. Nog eens de verschillende lengtes tonen. De 3 verschillende lengtes. De 19 was voor de hele fijne krul. Dus die hele dunne krulletjes. De 32 is voor de hele losse slag. En de 25 die zit daar zo'n beetje tussenin. Dus dan heb je ook weer het verschil. Iemand met kort haar gaat je beter ook naar deze. Omdat die dan veel fijner kan uitvallen, die krul. Als je bij iemand met kort haar naar deze dikte gaat, die haren krijg je daar niet volledig rond en daardoor gaat de krul eigenlijk niet zichtbaar zijn. Wendy Pollers, ja, wij verkopen deze. Alles vind je terug op onze webshop www.cafeboteshop.be. Maar je mag ook altijd een sms'je sturen, een mailtje via WhatsApp,
Instagram, Facebook, wij staan altijd paraat voor jullie. Goed, dan ga ik nog heel even mijn wijntje drinken, aangezien dat mijn haar klaar is om op stap te gaan. En dan ga ik mij ook klaarzetten voor de tutorial van Sopurso. En dan zie ik jullie heel graag zondag weer terug. Dan zijn we er weer met een nieuwe tutorial van skincare opnieuw. Skincare Sunday, ook altijd leuk. Bo, ja, wij verkopen deze borstel ook heel fijn om alles goed uit te kammen. En een toupeerkam verkopen we ook. Speldjes, nee, die vind je overal. Die vind je nu ook in de Carrefour. Hè? En de Carrefour is altijd open, of in de Delhaize of zo. Daar vind je ook altijd van deze. Wel goed opletten dat je de matten neemt. Die gaan veel beter blijven zitten. Goed. Dan nog een hele fijne avond en tot zondag. Dag!